Als je trein oprijdt, je proeft en je ziet gelijk de passie van de ondernemer. Dan ervaar je vaak gewoon dat het echte vakmensen zijn met een liefde voor het beroep. Ja, de risico-inventarisatie is in eerste instantie een inventarisatie. Je gaat voor jezelf kijken van, hey, hoe werken wij? Even om met een andere blik naar je werk te kijken. Zodra je dat hebt gedaan, dan ga je voor jezelf evalueren. Tijdens de evaluatie ga je bedenken van hoe kunnen wij onze werkomstandigheden verbeteren, zodat we aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. Ik mis helaas de afscherming. Het is dus ook niet verkeerd op het moment dat je nog bepaalde aanpassingen moet doen. Maar vul dat naar waarheid in de risico-inventarisatie. Dan kan je vanuit daaruit weer doorwerken voor je eigen plan van aanpak en dat je zo je bedrijf steeds een stukje veiliger maakt. Het is voor ons een hele goede tool. Je wordt erin begeleid. Je ziet daar duidelijk welke risico's er bij welke werkzaamheden mogelijk zijn. Het dwingt je om na te denken over die risico's en ook meteen om de maatregelen daarbij te bedenken. De vragen die zijn duidelijk geformuleerd met ook toelichting erbij, zodat het herkenbaar is voor de praktijk. Waar nodig staan ook afbeeldingen bij. Als je daarna een plan van aanpak voor jezelf moet gaan invullen, staan er ook vaak adviesacties bij, zodat je voor jezelf ook kan nadenken, hey, wat kunnen wij nog verbeteren? Maar dat wij ook hebben meegedacht. Dus dat is natuurlijk ook een mooi voordeel voor de ondernemer.